Angst, zweet door 2021 flashbacks, een furieuze Max Verstappen en oh jeetje, Hamilton voelde zich weer gepakt. Dit was de Grand Prix van Texas en dit is de Undercut. Namens Gannon Bronckhorst bij in de studio hebben we GP-blog medeoprichter Sebastian Bakker. Je mag er weer even bij zijn van je broer. Wat fijn. Dan hebben we ook weer wat inhoudelijks te melden vandaag. En we coureur Jelle Beelen. Fantastisch dat je er weer bent. Leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. En onze e-driver in residence, David Plasman natuurlijk. Man, hebben jullie een beetje genoten van de Grand Prix? Topreis. Ik kan niet helemaal proeven of dat nou cynisch was of niet. Nee, ik heb er wel zeker van genoten. Ik vond het vooraan was het spannend, het middenveld was spannend. Dus ik denk dat de Amerikanen vonden dit heel erg leuk. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Wel een nagelbijtertje inderdaad. Ik miste wel veel van de race in het middenveld. Hè? Een beetje die regie die niet helemaal meewerkte. Ja, we hebben het al vaker gezegd dit jaar, maar ik vond dat de regie hier... Op een bepaald moment waren ze heel alert. Maar ja... Red Bull, titelwinst, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Het moment. Horner loopt naar zijn, ja, naar Verstappen toe. Betraand, emotioneel. Beide emotioneel trouwens. En het moment, net dat ze elkaar treffen. Hup, wat zien we? Een Amerikaan met een blik cola. Ja, kom op. Ja, dat is inderdaad wel vrij typisch. Daar raak je trouwens wel iets wat belangrijker is. Nog veel belangrijker inderdaad. Het ontvallen van een grootheid voor de sport. Ja, Dieter Mateschitz heeft heel veel betekend natuurlijk voor het Red Bull team en de coureurs, de atleten, zeg maar. Maar ik denk ook heel erg veel voor de Formule 1. En ja, het is natuurlijk bijzonder jammer dat hij er niet bij was. Ik heb afgelopen weekend best wel wat dingen ook over hem gehoord. Dat hij er, nou, de laatste paar jaar was hij natuurlijk niet echt meer bij, maar daarvoor... Verbleef altijd toch wel op de achtergrond. Wilde nooit echt in de voorgrond treden als de grote baas. Mooi persoon, denk ik. En echt jammer dat hij er niet meer is. Ja, dat denk ik zeker ook voor dat team. Wat blijkbaar toch nog wel heel veel sturing van hem had. Je krijgt natuurlijk aan de voorkant krijg je alleen Helmut Marko en Christian Horner mee. Wat ik overigens heel opvallend vond, was dat Christian Horner... Een man die bijna niet klein te krijgen valt. Echt wel betraand naar het Oostenrijks volkslied stond te luisteren. Uh-huh. Wat was precies een rol van Dieter Mateschitz? Want ik vind het lastig om te bepalen. De ene zegt hij bepaalde uiteindelijk alles bij Red Bull. En de ander zegt nee, hij was echt op de achtergrond. Hij was volgens mij echt op de achtergrond. Was geldschieter van het van alle atleten. Wat ik eigenlijk opvallender vond was eigenlijk ook wel het eerbetoon van de Red Bull coureurs... Die nu nog op de grid staan, die zich erover uit. Sebastian Vettel, het nieuws kwam naar buiten, rende gelijk naar het Red Bull motorhome. Om daar het verdriet eigenlijk te delen met de rest van het team. Was echt zichtbaar ontdaan. En hetzelfde geldde eigenlijk voor Ricciardo. Ja. Ricciardo is ook niet meer bovenop gekomen dat weekend. Helaas komen we later misschien wel over te spreken. Eerst heel even over die budget cap saga. Wat is het laatste nieuws op dit vlak? Het laatste nieuws is eigenlijk dat er niet echt nieuws is. Oh, wat verrassend. Ja, wat we nu weten, afgelopen weekend althans ook als gerucht, dat Red Bull mogelijk een windtunnelstraf krijgt en een boete. Maar Red Bull is het niet eens met die straf. En dat is eigenlijk een beetje wat we nu weten. En er is natuurlijk afgelopen weekend best wel wat gebeurd. Eerst Mateschitz, vervolgens de titel naar Red Bull... Ja, dus timing-wise kan ik me ook voorstellen dat de FIA denkt van... laten we het eventjes op de achtergrond houden... en waarschijnlijk ergens komende week of misschien tijdens het weekend van Mexico... dat er wat meer bekend over gaat worden. Ja. Maar het verhaal dat dus rondgaat is dus windtunnelstraf en een boete. En het zou dus zijn omdat ze vooral de kosten hebben overtreden... op het gebied van catering en dat soort dingen. Dat is al wel ironisch, hè, van een frisdrankjesfabriek. Ja, ik vond dat wel grappig. Je zag afgelopen weken zag je ook best wel wat foto's rondgaan... van Red Bull personeel dat zat te eten. Of een foto volgens mij van het Red Bull... of tenminste van de teambazen uit je. Dat alle teambazen uit eten zaten. En dan zag je ook Horner een beetje kijken van... moet ik hem oppakken deze keer? Dus het is...
ja, het is denk ik even afwachten wat er komende week gaat gebeuren. Nou, ik wil één ding over zeggen. Kijk, we gaan het allemaal meemaken. Maar wat me wel opvalt is dat er nu heel weinig wordt gesproken over het lek. Waar dit ineens vandaan komt. En een Toto Wolff die vorig jaar heel hoog stond te springen om te zeggen dat Lewis niet uitgefloten moest worden. Wat hij allemaal rondloopt te bezuinen. Het zijn gewoon echt zware beschuldigingen. Mm-hmm. En dat moet eerst allemaal nog maar eens bewezen worden. Mm-hmm. En als je dan ziet hoe die Red Bull coureurs uitgejouwd worden op internet, maar ook op de circuits als cheaters. Ja, er zijn toch ook mensen verantwoordelijk voor. En ik denk ook dat ze maar goed moeten gaan kijken waar dat lek vandaan komt. Nou, dat ben ik het echt 1000% mee eens. Want dat is natuurlijk echt schandalig. We weten altijd al wel dat de FIA zo lek als een mandje is. Maar dit is natuurlijk wel echt wel extreem pijnlijk. Juist ook omdat de FIA daarna ook helemaal niks daarmee lijkt te doen. Nee. Nou, in ieder geval wordt het een stukje kleiner. We hadden het eerst over van het is zwaar overschreden. Nou, ze zeggen nu het is nog maar 1,8 miljoen. Alleen wat ik ook heel interessant vond, wat ik afgelopen weekend dan ook weer las, is dat er een wijziging heeft plaatsgevonden nadat alles was ingeleverd. En dat er ook voor heeft gezorgd dat Red Bull er ver overheen is gegaan. Ja, dat had iets te maken met reserveonderdelen of iets dergelijks. Ja, dat heb ik ook gehoord. Nou ja, reserveonderdelen zijn misschien ook wel enigszins te wijten vorig jaar naar een aantal incidenten op de baan. Waar een ander team ook wel verantwoordelijk voor was. Ja, die heb ik ook langs horen komen. Wat ik ook weer hoorde. Maar goed, weet je, het zijn zoveel verschillende verhalen die je hoort. Maar een ander verhaal wat je weer hoort, wat ook volgens mij de afgelopen weken rondging, was dat bijvoorbeeld de werkzaamheden van Adrian Newey op een andere manier waren ingevoerd. Omdat hij factureerde vanuit zijn eigen bedrijf. In plaats van dat hij op de payroll stond bij Red Bull. En dan zou het geen onderdeel moeten zijn van. Misschien is het ook een beetje creatief boekhouden geweest van Red Bull. Maar dat is het natuurlijk ook gewoon. Maar het geeft wel aan dat zolang de FIA hier ook verder helemaal geen duidelijkheid over geeft. Helemaal niks erover zegt. Geen enkel communiqué naar buiten brengt. Dan blijft dit soort indianenverhalen ook echt de ronde doen. Iets anders, mannen. Mercedes, even naar de race. Mercedes deed weer even lekker mee. Van genoten? Vooral bocht 1. En de bocht 1 en de laatste rondes heb ik ook zeker genoten. Nee, maar het is leuk om weer te zien, toch de spanning. Want ik vond het persoonlijk heel erg jammer dat Carlos eraf werd gebeukt. Echt letterlijk gebeukt door Russell. Want dat nam wat spanning weg. Op dat moment dacht je dat natuurlijk. Mercedes liet zich wel weer duidelijk zien op de baan. Die lieten zich weer even kennen. Ik bedoel, het is ook wat. Maar die actie van Russell, ik dacht bij mezelf, dit doe je toch niet? Is er iemand hier die actie wil verdedigen? Nou, hij verremde uiteindelijk. Hij wilde gewoon vol vergaan. Iets te vol verremd zich. Enige puntje wat ik wel heb. Tuurlijk, hij had nooit Carlos mogen raken. Maar ik vind de move van Carlos vond ik ook een beetje gek. Maar hij zette wel de deur open. Hè? Dus hij kon wel verwachten. Veel naar links. Ja, maar hij kon dus wel verwachten dat er misschien iemand zat. Ja, absoluut. Absoluut. Alleen dit verwacht je ook weer niet. Want dit ging wel ver. Hij kwam echt met een razende vaart aanrijden. Ja. Kijk, als je dit nou doet als er niemand anders op de baan is op dat moment. En jij haalt één iemand in of zo. Dan snap ik het nog wel. Maar bij een start weet je toch dat het daar gewoon. Dat het duwen wordt. Mm-hmm. En dan vervolgens nog zitten zeiken over die bordradio ook. Ik word daar maar echt meteen heel moe van. Ja, maar dat is natuurlijk typisch George Russell en Mercedes gedrag. Hij is goed acclimatiseren bij inburgeren bij Mercedes. Terwijl die het helemaal niet hoeft te hebben. Uiteraard, als we het hebben over zeiken, laten we dan ook meteen eventjes hebben over Hamilton. Wat een vreselijke verliezer is het. Hij wordt ingehaald op de baan. Nou ja, dat kan gebeuren. Je rijdt ook in een minder snelle auto. En dan vervolgens keer op keer op keer gaan zitten lopen. Ik heb geteld 4 keer zeuren over de track limits van Verstappen. Weet je, alsof de raceleiding zelf niet ook aan het volgen is wat Verstappen aan het doen is. Om er vervolgens zelf een zwarte witte vlag te krijgen. Maar vind jij dit het gedrag van echt een legende die echt wel een status heeft in de Formule 1. Die echt serieus dingen bereikt heeft. Nee. Vind ik het zwaar kinderachtig. Ik vind het veel te kinderachtig. Absoluut. Ik vind eerder het gedrag van Piet Jan. Dankbal. Ja. Ja, klopt. Ja. Houd toch eens op, man. Ja, het is ook echt wereldkampioen onwaardig, ben ik het meest. Hebben jullie trouwens gezien dat hij op het podium kwam, die FIA-baas natuurlijk weer langs om iedereen even een handje te geven. En dat hij die vent geen handje wilde geven. Hij weigerde om die Mohammed bin Suleim een hand te geven. En in plaats daarvan kreeg hij een soort van hele awkward fist. Gewoon vuist, bedoel ik dan. Ja, dat is wel bijzonder voor iemand die het altijd over normen en waarden heeft. Ja, ik vond het een heel moment. En trouwens, nu ik toch aan het zeiken ben, die postrace Hamilton heb ik ook echt niet gemist.
Ja, dat was het bandje, speelde zich eraf, hè? Het ouderwetse bandje. Ja, klopt. Ja, hij heeft er ongeveer 3, 4. En dan gaat het is allemaal hetzelfde, maar in een iets andere volgorde. Ja. Wel leuk. Ja, nee, leuk. Ja, ik bedoel, het is een soort mixtape. We moeten er eigenlijk misschien een keer een bingo van gaan maken. Ik vond trouwens één dingetje nog wel grappig in die cooldown room. Het begon Max een beetje een gesprek met hem. En het leek zowaar eventjes op een echt gesprek te zijn. Maar goed, uiteindelijk begon hij toch weer te klagen over de straight line speed van de Red Bull. En toen dacht ik, ah, dat is weer good old Hamilton. Maar goed, dat is toch ook logisch. Ik bedoel, die straight line speed die hebben zij nu 6, 7 jaar gehad. Ja, nu ineens niet meer. Ja, maar dat maakt het toch zo cynisch. Ja. Maar, ja, het is zielig en triest tegelijk. Ik bedoel, je hebt, wat is het, 6, 7 jaar lang gedomineerd. Precies. Niemand is in de buurt gekomen. Nou, dan word je vorig jaar geen wereldkampioen na een onwijs mooi gevecht. Dit jaar heb je gewoon de plank misgeslagen met de auto. Ja, weet je, take it. Ja, ik bedoel, echte kampioenen die teken dan de chin. Nu we het helemaal voor trieste dingen hebben, dan loop ik ook even. Ik heb me afgelopen weekend heb ik me wel echt mateloos lopen irriteren aan. Ik laat het zeg maar niet specifiek die persoon noemen. Het maar volkslied. Op de Britse media is er een reporter die nog steeds heeft over dat Verstappen Hamilton heeft bestolen. En dan denk ik, we hebben nu het seizoen 22 is voorbij. En dan hebben we het er gewoon nog steeds over. Ja. Nou, maar dat is niet alleen hij, hè? Dat is net zo goed het team. Ik bedoel, Lewis heeft het nog steeds over, want die zegt dat je met de uitgave van Red Bull in de budgetcap, dat je daar een halve seconde mee kan winnen. Nou, dan doen ze dit seizoen dus heel slecht, want we hadden ze makkelijk kunnen dichtrijden. Ja, Toto Wolff is er nog steeds mee bezig. Ja. Dus ja, het is niet alleen die reporter. Het is nog wel een heel clubje. Dat is het afleiden van je eigen onkunde. Hè? Ze hebben natuurlijk gewoon een kutauto gebouwd bij Mercedes. Die auto gaat ook niet beter worden. Waarschijnlijk zullen ze voor volgend jaar gewoon een heel nieuw concept op de plan of uit de schappen moeten trekken. En ze weten gewoon, als dat dus echt gaat gebeuren en ze moeten dat echt gaan doen, dan hebben ze gewoon een mega achterstand ten opzichte van de rest. En de rest heeft gewoon een voorsprong, want Ferrari en Red Bull kunnen gewoon lekker gaan doorontwikkelen op deze auto. Exact. Ja, met een nieuw concept kun je er ook nog eens naast zitten. En als je erbij zit, dan heb je inderdaad die achterstand. Maar het kan ook nog erger. Ja, dat wil ik eigenlijk vragen. Het leek er wel op dat Mercedes echt wel weer goed bij was. Daardoor leek het er ook heel eventjes op, alsof ze misschien wel konden wedijveren met Red Bull. Dat bleek later toch iets minder zo te zijn. Maar denken jullie dat ze het lek boven hebben wat dat betreft? Of is het gewoon, dit concept moet gewoon afgeschreven worden? Dat dachten we in Spanje ook. Ja. Maar het lek is verre van boven. Ik bedoel, die auto is zo wisselvallig. Op het ene circuit, dan doet hij in één keer mee en we gaan naar het volgende circuit en hij is nergens. Ja, dan heb je volgens mij in mijn ogen het lek niet boven. Nee, maar dat geeft me wel aan dat ze toch wel de auto steeds een beetje beginnen te begrijpen. Omdat het de ene keer wel gaat en de andere keer niet. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel teams gezien in de afgelopen jaren die het gewoon een heel jaar niet voor elkaar kregen. En ik heb wel het idee dat ze bij vlagen, ik moet niet zeggen dat ik briljantie zie, maar je ziet wel dat ze er naartoe komen. Ja, dat is ook een stuk lichter, hè, deze race. Ja, nou goed, kijk, ik denk met name dat het nog best wel interessant had kunnen zijn als we Hamilton op dezelfde compound hadden gezien, want die hadden natuurlijk minder mediums. Ja. Dat maakt natuurlijk nog wel een verschil. Dus ja, ik denk een team met het budget als Mercedes, ja, die moeten dat wel voor elkaar krijgen deze winter. Eén dingetje wilde ik trouwens nog zeggen over die Britse media. Daar is natuurlijk wel veel om te doen. Maar wat mij, ik volg heel veel Britse media, met name ook de verslaggeving ervan, is dat de verslaggeving echt anders is van dit wereldkampioenschap dan een paar jaar geleden. Toen een paar jaar geleden Hamilton wereldkampioen werd, was het helemaal fantastisch. Want Hamilton was de beste coureur op aarde en wat was hij toch magnificent. En nu gaat het de hele tijd over de straight line speed van die Red Bull. En dat is wel opmerkelijk om mee te krijgen. En de enige uitzondering die ik daarin heb gevonden is Joylan Palmer. De Britse analist en ex-coureur natuurlijk. Die gewoon heel realistisch heeft gezegd. Ja, maar Max Verstappen rijdt gewoon echt heel erg goed. Het is ook niet alleen, maar het is nogmaals. Heb jij Hamilton gisteren naam Verstappen horen noemen? Nee, dat doet hij niet. Het is alleen maar Red Bull. En het is één kliekje die allemaal hetzelfde doen. Ja, dat is wel duidelijk. Maar we moeten het toch ook wel heel even benoemen, jongens, dat die titel van Verstappen dit jaar, ja, tuurlijk, die Red Bull is goed, maar het is echt niet altijd de beste auto.
Echt niet. Absoluut niet. Nee, precies. Die Ferrari is echt snel. Zeker echt snel. Van het jaar was hij echt wel... Als zij gewoon daar het tactiek gewoon een keer voor elkaar hadden, dan was het serieus spannend kampioenschap geweest. Het is een snelle quali-auto. In de race vind ik hem toch nog echt wel gewoon echt weer tegenvallen. Want ik dacht, lijkt banden te vreten. Ja, maar dat had hij aan het begin van het seizoen weer niet. Dus toen leek die Red Bull weer meer banden te vreten. Dus, ja, ja, maar ja, ook gisteren was het pech. Dinges is weg, of Dinges. Sainz is in de eerste ronde, want dan zeg ik, in de eerste bocht is de race klaar. Ja, maar als dat niet gebeurd, dan had Max had hem 2-3 ronden later gepakt en dan had je hem ook nooit meer gezien. Nee, ja, maar daarom heb ik het over. Moest inhalen. Nee, maar ik heb het ook echt over de auto. Ik denk serieus dat die Ferrari echt, als ze niet zoveel pech zouden hebben qua incidenten en qua tactiek, althans, dat denk pech, ik ook. Dan was dat serieus spannend constructeurskampioenschap geweest. Nou, ik denk, en dat ze nu zullen ik wel weer de oranje brilreacties krijgen. Maar ik denk, als jij Max in die Ferrari zet, dat hij net zo goed kampioen was geworden. Ja, dat denk ik. Omdat, en niet alleen absoluut, om hoe Max rijdt, maar ook de gehele Max-factor binnen een team. Zo wil ik het en zo gaat het. Ja, ja, absoluut. Want ik bedoel, als je kijkt naar Perez, daarin is die Red Bull gewoon, ja, ook een hele goede auto. Maar wel iets meer... Minder. Nou ja, subtop, het is gewoon minder. Zou ik het bijna noemen. Ja. Nu we toch heel even over Max Verstappen en zijn geweldige briljantie hebben. Die pitstop die gaat helemaal mis natuurlijk. Vervolgens komt hij naar buiten en gaat hij echt wel heel erg veel sneller dan de rest. Aan de ene kant dacht ik, ja, dit is fantastisch voor Max. Maar hij heeft natuurlijk ook wel gewonnen dankzij die tactiek. Omdat hij gewoon op die gele banden veel sneller kon rijden. Zijn jullie het daarmee eens of zeggen jullie, nee, dat zie je echt verkeerd? Nou, ben ik mee eens. Hij was gewoon supersnel. Ja, ja, dat hebben ze geweten. iemand die niet zo goed bezig was, Stroll. Hebben jullie een mening over wat deze jonge man deed op de baan? Complete imbeciel. Het is ongelooflijk dat je het gewoon keren op keer gewoon weer voor elkaar krijgt. Ja, het is echt onbegrijpelijk. En zei hij niet achteraf ook dat het eigenlijk zijn schuld niet was? Nou, hij liet het volgen. Wacht, ik ga het eens even precies de uitspraak. Ja, laten we het er even bij halen. Überhaupt het moment. Want je ziet inderdaad, er is nog geen DRS. Alonso rijdt direct achter Hamilton of Stroll. En die zegt op een gegeven moment, ik ga er langs. En Stroll denkt, nee, jij gaat er helemaal niet langs. Ik snij je de pas af. Vervolgens krijgen we een airborne auto van, wat is het, 185 km per uur of zo. Levensgevaarlijk. Hij steeg wel mooi op. Nou, het viel op dat hij een beetje omhoog, een beetje omlaag, een beetje omhoog. Ja. Hij probeerde nog te sturen in de lucht ook. Ja. Het zag er wel mooi uit. Ja, het zag ook. Het zag wel indrukwekkend uit. Maar zelfs Alonso was een beetje van slag daarna. Uitspraak Stroll. Er was een groot snelheidsverschil en ik was aan het verdedigen. Ik gaf hem genoeg ruimte aan de linkerkant van de baan. Het was niet alsof ik hem in de muur duwde. Hij had eerder kunnen sturen of meer naar links kunnen gaan. Wat een kletskoek. Zou dit nog meer straf gaan krijgen? Of is dit gewoon de straf die hij krijgt en... volgend jaar lekker teamgenootjes zijn. Ja, ik vind persoonlijk 3 plaatsen gridstraf. In Mexico vind ik echt veel te weinig hiervoor. Dat had veel erger kunnen aflopen. Hè? Ja, er is een inham, daar ging hij gelukkig net langs. Maar als hij daarin terecht was gekomen, nou, dan waren de gevolgen best wel heftig geweest. Dus ik denk zeker 10 plekken gridstraf, dat minimaal terecht is voor wat Stroll had kunnen aanrichten. Plus... hij komt over als een soort arrive-and-drive-rijder. Want ik denk dat iedereen die in de Formule 1 rijdt, in ieder geval de meesten, Latifi dan ook maar niet, maar die weet precies hoe lang zijn auto nog voor is en hoe lang zijn auto achter is. Ja. Dat is gewoon kennis van je auto hebben. En hij heeft dat gewoon niet. Anders doe je dit niet. Hij anders keek, doe je hem hè? Eerder. Of later, zeg maar later in de zin van als hij daar al een beetje naast is, dan kan je hem gaan afknijpen. Ja, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, Doornbos gaf een goede analyse gisteravond. Je ziet gewoon letterlijk, hij kijkt in zijn spiegel en hij gaat. Ja. Ja, dat doe je niet op die snelheid. Nee, het is volstrekt belachelijk. Dus, maar laten we niet vergeten dat Max dit gewoon een paar jaar geleden ook deed op diezelfde manier. Hè? Ja, op Spa met Räikkönen bedoel je dat? Ja. En vonden we het toen goed? Nee, ik vind dat persoonlijk nooit goed. Nou, het is wel waar, het gebeurt vaker. En inderdaad, nu krijgt Stroll de volle laag, niet geheel terecht. Maar dit betekent wel, dit is inderdaad wel waarom zoiets verboden is. Ja. Red Bull, Perez was ook vrij snel zijn voorvleugel kwijt. Vonden jullie het gek dat hij niet vervangen werd, die voorvleugel? Nou, je zou denken dat het wel degelijk impact heeft in de precisie hoe die dingen worden ontworpen.
dat er één flapje zeg maar niet aan zit. Maar, ja, ik vond ook die pace, nadat het eraf was gewapperd, nog best wel. Hij was nog best wel competitief. En eigenlijk nadat hij was gewisseld en dus niet. Tenminste, dat ze niet zijn vleugel hebben veranderd. Maar ze hebben volgens mij toen linksvoor hebben ze een wijziging doorgevoerd op zijn vleugel om iets meer downforce te genereren. Vond ik hem minder competitief. Nou, dat zegt dus genoeg dat hij dus niet de maximale überhaupt uit die auto haalt. Over iemand die wel gestraft werd en heel veel gestraft werd door de wedstrijdleiding. Het leek er een beetje op dat de FIA, dat Pierre Gasly na zijn gezeur van vorige week een klein beetje de FIA boos had gemaakt. Ik kreeg ook. Iets van 5 meldingen achter elkaar. Eentje was geloof ik voor track limits. De andere was voor de penalty was niet goed uitgevoerd. Weer een andere dat hij de zwart-witte vlag kreeg. Onder de safety car had hij ook iets niet goed gedaan, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Hij had te veel afstand gecreëerd tussen zichzelf en de rijder die voor hem. Waardoor je natuurlijk een voordeel kan hebben bij de safety car herstart. Waardoor je makkelijker een positie kan gaan bepalen. Ja, na zijn gezeur van vorige keer was het ook wel begrijpelijk dat de FIA nu extra streng was op Gasly. Wat mij overigens dan wel weer opviel was dat die safety car, die kwam nu 2 keer gewoon op goed moment ook de baan op. En dat er ook direct een melding werd gemaakt dat er een andere auto ook op de baan was. Ja, daar hebben ze nu toch afspraken over gemaakt. Ja, dat de engineers gelijk geïnformeerd worden wanneer er een andere auto of wat dan ook. Wanneer dat op de baan is, dat ze daar dan een melding krijgen op de radio. En zij zijn verplicht om het aan de coureurs te melden vervolgens. Ja. Nou, heel goed. Dat is wel weer een. Daar heeft de FIA gewoon goed gehandeld. Snel gehandeld, direct. En iets waar iedereen echt wat aan heeft. Was jullie ook opgevallen dat Ferrari in ronde 17 al bij plan E was aanbeland? Ja. Wat moet je er zo langs vooral mee? Hè? Ja. Nou ja, ja. Ze eruit pleuren, een nieuwe nemen. Ik kijk even naar de coureurs. Kun je echt al die tactieken onthouden tijdens de Grand Prix? Of is het ook gewoon op een gegeven moment dat je denkt, ja joh. Nou ja, tot plan E had Leclerc blijkbaar goed onthouden. Dit is allemaal niet bijzonder lastig, hè? Die plan E is extend, denk ik. Ja, ook. Maar het is allemaal niet bijzonder lastig. En die jongens, ja, die hebben niet zo heel veel anders te doen in zo'n weekend. Ik wil niet zeggen dat ze A tot X in hun hoofd hebben. Maar buiten het rijden kan je echt wel een tactiek onthouden. Want je gaat er zelf voor. Als jij zelf, voor ons is het heel anders. Maar als jij er zelf helemaal in zit. En dan denk je ook zelf erover na met die engineers. Wat is het beste? Zij leggen het je voor. Ja, dan zit het er wel redelijk in je hoofd, ja. Ja, dus vind ik eigenlijk goede uitleg dit. Dat is beter dan dat we de hele tijd belachelijk zitten te maken. Maar goed, bij Ferrari kunnen ze een hele hoop hebben, maar het werkt alleen niet heel vaak. Nee, ja, dat is dan ook wel weer waar. Over de dingen die ook niet werken gesproken. Ik zag Daniel Ricciardo binnenkomen op een paard. Dat bleek later een soort van de voorbode te zijn van het tempo wat hij wilde gaan aanhouden tijdens de race. Hè? Want mijn kute, het begint echt treurig te worden. Deze man zit er helemaal doorheen. Ik weet niet of jullie beelden hebben gezien van na de race dat hij wordt geïnterviewd. En dat iedereen ook zegt, ja, waar gaan we over hebben? En het komt uiteindelijk neer op zoiets van, nou, laten we maar gewoon gedag zeggen en het daarbij houden. Nee, die heb ik helemaal niet. Hij zit er wel echt doorheen. Ik bedoel, hij gaf ook al aan, ik kan gewoon de snelheid niet vinden. De pace kan ik niet vinden in die auto. En ja, dat is natuurlijk, ja. En dan geeft hij dat op nu. Nou ja, ik weet niet of hij het opgeeft, maar ja, op een gegeven moment zit je er wel doorheen. En het is natuurlijk gewoon raar dat een coureur van het kaliber van Ricciardo, echt, laat we eerlijk zeggen, ja, misschien is het niet top Verstappen, Hamilton, Leclerc niveau. Maar het is zeker geen slechte coureur. Hoe kan het dat een Lando Norris wel de pace, of tenminste meer snelheid uit die, consequent meer snelheid uit die McLaren weet te halen en Ricciardo niet? Ja, soms ligt de rijstijl van de auto gewoon, ligt je gewoon niet. Maar een topcoureur zal zichzelf omzetten om daar in te compenseren hoe hij de auto gaat besturen. En dat ligt hem dit jaar niet goed. Het compenseren lukt hem niet, ja. Dan, niks lukt. Ja, daar kunnen we weinig over zeggen, toch? Het is verschrikkelijk voor hem. Voor ons ook bizar om te zien als je de acties ziet. Maar ja, het enige bij wie hij kan gaan zoeken is bij zichzelf. Ja. Nou, het verhaal gaat dus nu ook van volgend jaar. Wat schijnt is dat hij Haas toch min of meer heeft afgewezen. Daar heeft hij niet veel zin in. Williams is zo goed als rond met Sargeant. Dus hij gaat een jaar niks doen. Mm-hmm.
Althans, hij gaat dan langs de zijlijn. Is hij reservecoureur, simcoureur, ontwikkelingscoureur. Ja, enorm verhaal gaat dat het misschien bij Red Bull is. Wat wel apart zou zijn natuurlijk, nadat hij zich daar helemaal van los heeft getrokken. Anderzijds gaat het verhaal dat hij naar Mercedes gaat. Alleen de vraag is, dan heeft hij een jaar is hij ontwikkelingscoureur geweest. Wat dan? Als hij één ding bewezen heeft in de afgelopen jaren, en ook bij Renault, is het dus dat het geen ontwikkelcoureur is. Exact. Renault kreeg hij ook verder niet sneller dan dat het was. Maar wat dan? Hij gaat gewoon naar IndyCar. Ja, hij moet gewoon iets anders doen. Ja, maar dat wil hij niet. Kijk, ik denk persoonlijk nog steeds voor Ricciardo zou het beste zijn. Stap gewoon in die Haas. Teken voor 2 jaar. Nee, ga gewoon rijden. Ga gewoon dat is het enige dat er nu is. Ga nu rijden, bewijs jezelf. Rij jezelf in de kijker. En misschien over 2 jaar is er een beter team. Maar gaat niks. De enige ambitie die hij heeft, is wereldkampioen worden. Dit jaar komt dat een beetje over als een grap. Maar dat is zijn ambitie in de Formule 1. En er is geen topteam meer. Die hebben dit allemaal gezien. Die gaan dit niet doen. Maar is dat überhaupt, is het toch een grap om te denken dat hij, laten we reëel zijn, dat hij nog in zijn carrière wereldkampioen gaat worden. Ik bedoel, het is een hele goede coureur. Maar geen enkel topteam zit nu op hem te wachten. En zit waarschijnlijk de komende paar jaar niet op hem te wachten. Nee, natuurlijk niet. Maar daarom is Haas ook de optie niet. Omdat hij wil wereldkampioen worden. Hij weet dat hij bij Haas geen auto krijgt die een podium kan leveren. En zo denkt hij. Die jongen, wij denken hier allemaal van, hij zit er doorheen, bla bla. Maar die gozer die heeft nog steeds hartstikke veel vertrouwen in zichzelf. Die weet, als ik een auto heb waarmee ik kan rijden, dan lukt het. Wij hebben ook iemand, die kennen wij ook. Die roept altijd, onderstuur dit, onderstuur dat. Past zich nooit aan. Maar die denkt wel, als de auto overstuurt, is dat iedereen zoek krijgt. Die is echt, goed, ik vind het fijn voor hem dat hij er zo in gelooft. Maar inderdaad, het gaat hem niet worden, joh. Het gaat hem echt niet meer worden. Ik zou lekker naar Amerika gaan als ik hem was. En ik zou het Europese hoofdstuk afsluiten. En daarbij. Gewoon lekker inderdaad. We hadden het net al even over dat laatste zitje bij Haas. Daar, Mick Schumacher, daar wil ik het toch nog even over hebben. Giovinazzi wordt in die auto gezet. Ze gaan, laat maar zien. Je rijdt hem letterlijk gewoon direct in de boarding. En die snapt er ook helemaal niks van, die kerel. Transmissie kapot. Terwijl Günther Steiner zei nou juist, nee, we willen iemand anders naar Schumacher in die auto. Want Schumacher kost gewoon te veel geld omdat hij die auto plat rijdt. Het eerste wat Giovinazzi doet is die auto plat rijden. Ja. En dan vervolgens denk je van, nu gaat Schumacher het dan echt wel laten zien. Nu gaat hij laten zien dat hij het kan. Spint ook meteen. Rijdt ook meteen vervolgens in de race die auto gewoon flarden. Het is, wat moeten we hier nou mee? Wat zou jij doen als je Günther Steiner was? Nou, Hülkenberg bellen of inzetten op Ricciardo? Nee. Allebei niet. Joh, wie dan? Hülkenberg laat hij alsjeblieft gewoon lekker thuis. Niet omdat het geen goede coureur is. Alleen, hij is laat, wel gewoon, geweest, laat gewoon de jonge garde zijn ding doen. En ik zou, als ik Haas was, Schumacher zeker nog een jaar erin zetten. En dan wel kijken. Ik zie David lachen. Nee, ik weet omdat Jelle altijd zo voor Schumacher het opneemt. Maar ik heb ook gezegd dat ik het niet de beste coureur vind. Alleen nu heeft hij natuurlijk een klote race gehad. Maar als je hiervoor bekijkt hoe vaak die Magnussen verslagen heeft, waar wij altijd over doen alsof het zo'n goede coureur is, is toch best wel wat. Ik bedoel, hij heeft het gewoon prima gedaan. En natuurlijk maakt die jongen fouten. Maar er is geen betere optie. En Hülkenberg, die is in gesprek. Maar Ik vind het ook een rare twist als dat gebeurt. Want Schumacher neemt veel meer sponsoring mee. Mm-hmm. Dat is belangrijk voor Haas. En Hülkenberg, wat neemt hij mee qua sponsoring? Dat is niet zoveel als Schumi. Nee, maar ze hebben een nieuwe Hülkenberg team. Nou, bewezen zoveel beter dan Schumacher? Ik bedoel, dat is ook gewoon, hij heeft meer ervaring. Kan denk ik meer helpen met de ontwikkeling van de auto. Daarnaast heeft Haas net een nieuwe titelsponsor voor een paar jaar vastgelegd. Dus er is wel wat geld. Ja, ik denk dat Haas er heel verstandig aan doet om nu gewoon de komende paar jaar gewoon te werken aan de ontwikkeling van die auto. Zorgen dat ze gewoon consequent in de punten kunnen rijden, die auto beter maken. En als dat op een gegeven moment het geval is, dan kun je gaan inzetten op een jong, spannend, goed talent. Maar wie zou jij in die auto zetten? Ja, dat zei ik al. Ik zou nu inzetten op een Hülkenberg. Echt op een Hülkenberg. Wie is er nu? Daarnaast, ik zou Schumacher erin halen. Nee, die gast kent het team inmiddels, gaat dan in zijn derde jaar. Dan zitten die foutjes echt wel minder in. Ja, Hülkenberg is geen Alonso, hè, die er een tijd uit is geweest. En die kan daar weer staan. Nee, maar ik vind Hülkenberg een hele goede coureur. Alleen ik zou hem niet de kans geven boven Schumacher. Ik zou wel eens een test willen zien. Ik denk dat Haas er verstandig ook aan doet om gewoon echt
een drivers test op te gaan zetten dit najaar en gewoon een aantal coureurs erin rond te laten gaan. Ik bedoel, we hebben niet echt briljantie gezien nu in de afgelopen 2 jaar van Schumacher, laten we eerlijk zijn. Ja, maar de enige reden dat Magnussen ervoor staat in het kampioenschap, dat komt omdat Magnussen aan het begin van het jaar wat hogere puntenscores heeft gepakt. Alleen verder heeft Schumacher volgens mij in mijn ogen daarna gewoon veel constantere wedstrijden gereden en gewoon continu puntjes gepakt. Ja, overigens Magnussen deze Grand Prix wel netjes 8e. Dat doet hij op zich keurig. Maar hebben jullie gezien hoe hij langs die crash van Alonso doorbrulde? Ja. Dat was ook echt... Die rende niet af, hoor. Die dacht... Oh, nee, maar dat weet je tof van hem. Ja, ik vond het wel iets wat gevaarlijk, moet ik... Maar goed, het hoort erbij, ik snap het. Maar ja, je zag Schumacher iets meer van zijn gas afgaan en denken van... Oh, moeilijk. Nou, dan van Magnussen, laatste ronde... Duel met Vettel. Ja. Dat was wel goed, hè? Ja. Dat was wel echt goed. Maar hebben jullie ook zo genoten van Vettel? Ja. Dat was ook wel... Alsof hij in Suzuka was hij ook alweer zo goed. Leek hij ook wel een beetje emotioneel te zijn zelfs. Maar nu ook wel weer echt een Vettel die we een hele poos niet gezien hadden. Als je daar aan de buitenkant inhaalt, dan durf je het wel. En dan niet 1 keer, maar 2 keer. Hij stapte nog even uit ook, hè? Ja. Ja, ik vond hem heel nice. En nou ja, goed, ook wel mooie puntjes natuurlijk. Zuur voor hem voor die pitstop. Aston Martin lijkt wel de weg naar boven te gevonden te hebben. Die gaan Alfa nog wel voorbij in het kampioenschap. Ze hebben in ieder geval een goede race auto op het moment. Ja. 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 En ze hadden ook echt een goede start. Ja, echt een goede start. Misschien dat Alonso toch iets gezien heeft daar wat hij bij Alpine niet ziet. Ja, geld. Ja, nou, daar zit hij toch ook geld. Ja, nee, maar ik bedoel, daar is natuurlijk gaat gewoon veel meer geld in Aston Martin... Denk ik dan bij een Alpine. Ja, er wordt veel meer ingezet op de ontwikkeling. Er is een splinternieuwe fabriek gebouwd. Ja. Volgens mij zitten ze... Kijk, bij Aston Martin zit hij waarschijnlijk te lunchen straks op een mooie leren stoel. En bij Alpine is het nog een plastic stoeltje waar hij op zit. Maar die Abita Boeien zei toch een paar jaar geleden dat zij de allerbeste lunch hadden in de paddock? Ja, maar die vent moet je altijd gewoon lekker laten lullen. Lekker luisteren, maar niks van aantrekken. Ja, nee, dat is ook wel weer 100% waar inderdaad. Ik moet wel eerlijk zeggen, die Badillac waarin Shaquille O'Neal aankwam rijden, werkte toch even wat minder dan vorig jaar. Vorig jaar was een soort van verrassing van, hey, dat is cool. Shaquille O'Neal komt eraan in een moeilijk grote Cadillac. En nu dacht je, oh, ze hebben dezelfde truc gedaan. Ja, en hij stond er ook ineens. Hij stond er gewoon, ja. Naar mijn idee was er vorig jaar een hele act met die auto die aankwam en het werd vastgelegd. Ja. En ja, het was een beetje... Dat was een beetje lafjes. Zeker, want het was voor mijn 10e jaar quota. Ik had wel wat meer verwacht, want het vuurwerk was, ja... Kijk, ik had echt verwacht dat maar... olie gingen spuiten of zo daar. Geen flybys? Nee. Ja, die B-52 is wel overgekomen, toch? Ik heb hem niet gezien, of ik heb het niet goed gezien. Ja, in ieder geval. Het is maar een klein vliegtuigje, kun je missen. Zangeres was... het volkslied was ook niet een van de allerbeste, had ik dat het idee. Was gewoon slecht. Oh, maar die zet ik altijd uit. Echt serieus. Ja? Dat is echt het moment dat ik eventjes iets anders... Dat ga ik het draaiboek alvast... Zijn jullie niet zo voor de tv? Nee, maar dat vind ik altijd zo'n vreselijke onzin. Staan die coureurs, die moeten dan daar staan. En je ziet ze denken van, wat doe ik hier, man? Het is echt... Ja, dat was vorig jaar, laatste Grand Prix was het al mooi. Dat Max en Lewis ook zo tegenover elkaar moesten gaan staan met die beker. Een soort stare-down. Ja, dat is het. Absoluut niks voor de Formule 1. Sloeg helemaal nergens op met die beker in het midden. Ja, je hebt een Mike Tyson, die werd er koud van me toen hij het zag. Maar wat ik nog wel ook een beetje treurig vond, was Perez zat... Je zag het hele Red Bull team in die grote Cadillac gaan zitten om te vieren. En je zag die Perez naar boven kijken, waar natuurlijk op dat moment Verstappen stond. En je zag hem toch echt wel een beetje van zo'n boer met kiespijn kijken van ja... Nou, die heeft dit volledig geaccepteerd. Die ziet alles wat Max doet. Die weet gewoon, als ik achter Max eindig, dan doe ik het heel goed. En als ik er een keer boven sta, nou, dan kan ik echt heel erg tevreden zijn. Ja, ik denk dat daar heb je wel gelijk in. Want hij heeft wel een paar keer Max wel een beetje gered. Door gewoon op precies die plek te rijden die je nu aanstipt inderdaad. En hij is wel gewoon gevaarlijker voor de top 4, zullen we maar zeggen, dan een Albon was of een Gasly. Het was ook een andere auto natuurlijk, dat wel. Maar goed, hebben jullie uiteindelijk genoten van de Grand Prix? Ja. Dan gaan we even naar de WTF van de week. Hebben jullie daar een leuke suggestie voor? Ja, Latifi die een keertje eraf ging, maar niet vol de muur in ging. dat is het duimpje van de week.
Ja, ik zou het echt gewoon naar die Tim Cook, die als een soort van uitgedroogde boon die aan die vlag stond te wapperen. Ja, dat was wel echt. Dat was echt niet uit. Nee, het was ook. Had dan net een coole zonnebril meegekregen van zijn vrouw. Een hele snelle bril op, maar het was echt. Als jullie nog de Simpsons. Ik hoorde het vandaag. Het leek, kennen jullie de Simpsons, heb je die hele burgerlijke buurman, Ned Flanders, zo zag hij eruit. En dan stond hij daar lafjes met die vlag. Ja, dat was wel echt, ja, 10e editie Kota en dan waar spektakel. Ja. Je hebt nog nooit een vlag in zijn hand gehad, denk ik. Nee, we had dan inderdaad had daar dan Shaquille O'Neal neergezet of zo. Ja, maken wat. Maar ja, ik vond het ook echt, hij stond als een uitgedroogde boon, stond hij daar zuurig te kijken. Ja. Weet je, dat zo'n man ook zelf niet de zelfreflectie heeft om te zeggen van, ze willen het iemand anders laten doen? Ik hoef dit niet. Ik hoef hier niet beter van te worden. Ja, of toch? Gewoon enthousiast meedoen. Ja, maar dat heb ik toch van alle, van die Shaquille O'Neal ook. Weet je, laat het lekker iemand daar aankomen die wat voor de autosport in Amerika heeft betekend in plaats van die Shaquille O'Neal. Ja, wat dat betreft vond ik die interviewer toen in Miami nog wel een held. Die aankwam met zijn Chuck Leclerc. Hey Chuck! Willie T. Rips. Ja, Willie T. Rips. Dat was hem inderdaad. Ja. Ja, of was dat op Kota vorig jaar? Nee, het was Miami toch? Ja, het was Miami, ja. Nee, er komt op de achtergrond inmiddels iemand op een fiets binnen in dit kantoor. Ik weet niet of het normaal is bij jullie, maar hey, kom gerust binnen. Oké, dus de stemmen gaan op voor Tim Cook. Ja. Tim uitgekoekt. Uitgekoekt. Nou, dan gaan we meteen even door naar Mexico. Gaat het daar regenen volgende week? Als we de laatste voorspellingen mogen geloven van weather.com. Maar goed, het is nog wel een beetje koffie te kijken op de maandag. Ja, is het wel mogelijk? En ja, regen, ja, vind ik sowieso leuk. En in Mexico is denk ik een van mijn favoriete races van de kalender. En dus waarom ja, dan? Ja, ik vind het een prachtige baan. Ik vind het een uitdagende baan. Ik vind de stadiumsectie daar, die vind ik echt fantastisch. De hele ambiance waar die coureurs doorheen gaan. Ja, voor mij is het echt wel een van de betere races. Wat ik echt heel cool vind, is dat een soort van legendarische bocht, die voor een moderne race gewoon echt gevaarlijk was, hebben omgebouwd naar iets wat op zichzelf ook heel fucking cool is geworden. En dat vind ik wel cool. Vinden jullie het ook zo'n uitdagende baan? Of zeg je, nee, Mexico, forget about it. Ja, ik vind het wel een gave baan. Ja, sommige stukjes vind ik ook weer een beetje Mickey Mouse. Ja, maar het heeft alles. Het heeft high speed, high downforce bochten. Ja. En dat stadiongedeelte, ja, dat is te langzaam voor een Formule 1 auto. Eigenlijk wel. Maar het heeft wel een vette engagement. En het is niet zo'n Las Vegas waar het echt alleen maar om rondjes rijden gaat. Er zijn genoeg inhoudmogelijkheden. Ja, ik vind die middensectie niet zo leuk. Dus volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, is dat na de eerste bochtcombinatie. Dan heb je dat kleine rechte stukje weer. Mm-hmm. En dan heb je daar zo'n heel krap, langzaam bochtje naar links en dan dubbel rechts. Ja, ik vind het wel gaaf juist. En daarna komen er echt high speed bochten. Nee, maar die zijn cool. Alleen ik vind dat ene stukje is ook allemaal een beetje smal daar. Een uitkomend stadion met de kwalificatie is toch altijd wel spannend. Als ze onder een tunneltje doorkomen of iemand hem daar in de muur parkeert. Nou, met de regen wordt dat wel leuk. Ja. En wat ook wel, we zeggen het iedere keer, maar het circuit ligt best wel hoog. Mm-hmm. En dat wordt best wel interessant om te zien wat dat gaat doen. Wederom met de motoren en de turbo's. Met de motoren kijken of er een Ferrari'tje kan ploffen. Als het gaat regenen, gaat Bottas wat weken nadenken voordat hij gas geeft in de laatste bocht, denk ik. Ja, sowieso. Ik vond het wel, wat dat betreft, trouwens, als we het heel veel circuits hebben. Kota blijft wel echt een lekkere baan, hè? Ja. Kijken, te zien. En je hoort die coureurs er ook over. Dat kan goed ingehaald worden. Ondanks het feit dat het toch een tikje saai race was. In delen maakte het ook wel heel goed. Ja, nee, het was eigenlijk maar een saai race. Nou, ik vond het eigenlijk wel gaaf om te zien hoe dicht ze nu achter elkaar konden blijven. Ja. Die S's. Ja. Zonder dat ze echt downforce verloren. Het was heel erg close racing. Ja. En dat was wel echt gaaf om te zien. Ja. Voor sommige coureurs iets te close racing. Maar het was echt goed. Maar hoe vonden jullie die actie van Hamilton trouwens in de remzone? Ja, dat Max niet moeten doen. Dan was Mercedes wild geworden. De rapen weer gaar. Ja. Nu we toch nog even teruggaan naar afgelopen weekend. Ik vond de inhaalactie van Leclerc op Max vond ik ook wel echt kicken. Ja, andersom, dat hij terugkwam. Dat was ook leuk race. En daar had ik zo op gehoopt met Carlos. Weet je, meteen dat ze dan die strijd zouden hebben. Ja. Ik was eigenlijk nog niet eens, hè, toen het gebeurde met Russell. Ik dacht niet eens,
ja, idioot van Russ. Maar ik was meer teleurgesteld, zeg maar, in dat ik dacht de spanning is weg. Op Max rijdt weg van die Mercedes. Ja. Achteraf niet. Maar op dat moment dacht ik, jezus, nou dan krijgen we weer zo'n race. Max gaat in zo'n eentje weg. Ja. Ja, die was echt 20 seconden weg geweest als die pitstop gewoon goed was gegaan. Ja, ja. Ja, ik ben het er aan mee eens. Ik had er echt dit hele seizoen iets meer van gehoopt. Zeker na die eerste vier races of zo. Dat je echt dacht, oh, dit wordt een legendarisch. Het respect tussen die twee gasten. Ik had hetzelfde. Je ziet ook dat Leclerc, die kan Max Verstappen ook lezen wat hij gaat doen. Ik vind het mooi om te zien. Ja, ze begrijpen elkaar helemaal. En toch, allebei waren ze ook met die actie een beetje aan het bewegen tijdens het remmen. Maar op een veilige manier, niet zoals Lewis. Maar meer als ze naast elkaar zaten, om toch nog even te maximaliseren om die bocht in te gaan. Ja, ik vind het race tussen Max en Leclerc vind ik zo gaaf. Echt wel op het randje. Maar vergeleken met vorig jaar, dat je altijd weet, ja, dat gaat gewoon mis. Dat je nu ziet, wow, dit is wel echt knap dat die jongens dat zo beheersen met z'n tweeën. Ja, ja. Maar het is heel simpel waarom het goed gaat. Die gasten die weten niet beter dan dat ze namelijk altijd om posities moeten strijden. En Hamilton heeft gewoon de afgelopen 6 jaar vooraan gereden en weggereden. Vind ik een sterke analyse. Om terug te komen op Hamilton, hadden we dan niet misschien, ondanks dat zijn auto, of tenminste juist omdat zijn auto zo slecht was, of is dit jaar, meer van hem verwacht? Dat hij juist wat meer on-edge zou zijn. Nou, dat deed hij al, hoor. Nou, we hadden in ieder geval niet verwacht dat, nee, hij dat hij weggereden zou worden door Russell. Dat had niemand verwacht. Nou, ik zag die wel ergens aankomen. Maar heb je, ik bedoel, echt, maar zo afgetekend? Want hij is gewoon echt, ja, slechter, ja, over het hele jaar. Ja, maar je moet ook, kijk, we hebben hem ook wel een beetje heel erg zitten overhypen. Omdat hij ook al zijn teamgenoten aan gort reed. Weet je, en kijk, vorig jaar is hij natuurlijk geen kampioen geworden. Ze zeiden namelijk dat ze nog even terug zouden komen dit jaar. Maar ik weet nog niet waar, maar ik heb ze nog niet gezien. We wachten nog op de comeback. Ja, maar en ik denk ook mede dat die auto niet zo goed is dit jaar. Dat Mercedes het denk ik ook veel vrijer heeft gelaten. En dat waarschijnlijk, in mijn ogen, er iets minder voordeel is gegeven aan Hamilton op bepaalde vlakken. Dus dat ook gewoon alles gelijk is. Kijk, Bottas die was overduidelijk tweede rijder. En ik denk ook wel dat hij iets minder materiaal kreeg. Ja, die liet het kaas iets meer voor zijn brood eten. Ja. Exact. En Russell die doet dat niet. En ik denk dat nu het materiaal gewoon wat gelijker is. Het is ook wel fijn, hè, als je manager ook gewoon meteen de teambaas is. In ieder geval heeft Toto twee belangen. Lewis had er wel meer uit kunnen halen uit die actie. Als jij de jaren hiervoor kijkt hoe het erin gehaald werd, dat ze mensen echt in die bocht echt naar de binnenkant dwongen over het vuil. Mm. De kans dat je dan overshoot, nou, dat hebben we vaak gezien. Had Lewis, natuurlijk, Max komt van ver. Ja, nee, maar Max komt van ver. Ik had, als ik Lewis was, had ik echt veel op het midden gaan rijden. Van tevoren, je weet dat die Red Bull die topspeed heeft. Had Leclerc 100% ook veel meer gedaan in die fase van de wedstrijd. En dan had Max of buiten om moeten gaan, had Lewis hem kunnen afknijpen. Gewoon laten remmen, want die anders is toch buiten. Of Max over het vuil laten gaan. En de kans dat hij doorschiet is dan aanwezig. Dus ik denk dat Lewis er nog wel wat meer uit had kunnen halen. Ja, precies, maar dat bedoel ik. Hij had dus wat meer on edge kunnen zijn. En dat heb ik echt dit jaar wel gemist bij Hamilton. Echt wat meer echt risico nemen, maar dan in de positieve zin. Van dat het ook echt daadwerkelijk lukt. Wordt hij toch ouder? Dat zie ik hem, heb ik hem niet zien doen. Maar hij is het racen gewoon een beetje verleerd. 100%, ja, dat weet ik niet. Maar nee, dat ben ik wel met Jelle eens. Die 6 jaar dat je gewoon aan kop rijdt, nergens voor hoeft te vechten. Hij maakte toen ook allemaal al van die domme foutjes. Tikt al bonden af, meerdere keren, tikt Perez eraf. Hij heeft 1 keer moeten vechten met Rosberg, meteen ellende. Ja. Ja. Hij is het echt wel gewoon verleerd. Dat is niet bewust, dat is onbewust. Dat komt omdat je gewoon 6, 7 jaar lang rijdt op kop. Je rijdt weg van iedereen. Ja. En je wordt altijd eerst of tweede. Doet niks af aan die prestatie. Het moet wel samenvallen. Het is ook een ritme. Als jij telkens aan het racen bent in het middenveld. Kijk naar Alonso, die is telkens bezig. Dan zit je in een ritme. En Hamilton is alleen maar in het ritme van, ik rij mijn rondje zo snel mogelijk. Ik manage mijn banden zo goed mogelijk. En het ritme van dat vechten is compleet weg. En als je dat gewoon 6 jaar lang niet hebt gehad, structureel zowat, dan zie je nu, pluk je daar de vruchten van. En dat zie je bij Max en Leclerc. Die zijn toch altijd meer wheel-to-wheel. Het zou mij niet verbazen als Max dat uiteindelijk hetzelfde heeft. Ja. Ja, maar dat zal dus ook afhangen dan van hoe goed de competitie is. Want als jij altijd wordt gedreven in de zin van een Ferrari zit er volgend jaar wel naast, en een Mercedes misschien wel, ja, dan blijf je altijd scherp.
Absoluut. Nou kijk, als het blijft zoals het dit jaar is, hè, dat hij gewoon continu heeft moeten blijven strijden. Dat hij heeft veel gewonnen natuurlijk, maar veel van die overwinningen heeft hij ook gewoon echt moeten vechten en moeten inhalen. Als dat blijft, ga je dat denk ik niet zomaar verleren. Alleen als je echt naar die races gaat, zoals wat hadden we dit jaar? Hij heeft dit jaar wel een paar races gehad waar hij ver weg liep. Alleen dan moest hij ook wel weer van achterkomen. Mm-hmm. Of niet, in ieder geval niet Spa van P1. Bijvoorbeeld. Ja, maar Spa heeft hij wel moeten inhalen. Ik denk dat als jij dadelijk gewoon een Max hebt die een auto heeft waar niemand aan kan komen, ja, dan ben ik ook bang dat je dat op een gegeven moment een beetje gaat verleren. Een beetje de scherpte verliest. Ja. Ja, dat wordt ook gewoon ouder. Hè? Ik weet niet in hoeverre dat echt meespeelt, maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat het iets meedoet. Ja, ik denk dat het nog wel een tijdje duurt voordat je daar echt wat van gaat merken. Ik hoop het, want ik word ook ouder. zonder mezelf met Hamilton te willen vergelijken natuurlijk. Thuisrace van Perez, verwachten we nog iets van hem daar in Mexico? Of zeggen we van nou... P2, P3? Laten we lopen. Nou ja, dan verwachten jullie niet dat Max hem even een cadeautje geeft? Natuurlijk niet, we werken toch niet? Nee, dat gaat niet. Nee. Max zit nu zo dicht op het verbreken van het record. Die gaat er echt alles aan doen om nog een overwinning te pakken. Ja, die geeft geen cadeautjes. Maar het wordt wel tijd voor... De glazen bol. Zeg maar, 1, 2 en 3. Ja, Max, Leclerc, Sainz. Geen Perez. Ah. Ik hoop het wel. Maar. Ik denk Max Perez Sainz. Max Perez Sainz. Ja, ik ook. Ja, heel saai, maar dat zat ook in mijn hoofd. Nou, dan ga ik voor Max Perez Leclerc. Ja, dat is wat ik denk dat het wordt. En ik hoop eigenlijk wel voor Leclerc dat hij weer even goed mee kan doen. Ja, met echt racen. Ook voor ons trouwens. Leuk. Goed mannen, dit was de 23e aflevering van Undercut in 2022. Met dank aan de gasten in studio en natuurlijk alle luisteraars. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Praat lekker mee in de comments. Wij lezen ook mee. En in ieder geval tot de volgende week. Cut.